Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Ja, beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma van Business Talks van Radio Stoomvaste. Vanuit Suriname hebben we dit gesprek live met de heer Boussaid. Jim, van harte welkom in het programma Business Talks van Radio Stoomvaste. Ja, goedemiddag Dennis, goedemiddag luisteraars. Goedemiddag, goedemiddag. Ja. Ray, je hoort ons? Ik hoor jullie prima, ja. Prima. We hebben inderdaad dinsdagavond hebben we een meeting gehad, zo'n besloten bijeenkomst over diaspora en de ontwikkeling van Suriname, het vraagteken. Er zijn leuke zaken naar voren gebracht tijdens de bijeenkomst. Hoe kunnen we Suriname verder helpen? Het was een positieve bijdrage van de deelnemers, waarvoor dank natuurlijk. De heer Boussaid was ook aanwezig. Jim, wat vond je van die avond? Nou, ik vond het een prachtige avond. Er waren mensen uit Nederland daar en mensen uit Suriname. En we hebben ervaringen uitgewisseld. Een heleboel mensen uit de diaspora-gemeenschap willen dingen doen in Suriname. Dat loopt niet altijd lekker. Dus we hebben gekeken van welke oorzaken kunnen daar ten grondste gaan liggen. Investeringen vanuit de diaspora-gemeenschap lopen heel moeizaam. We hebben dat ook bekeken. Ik heb daar het een en ander over gezegd. Dus ik vond het een nuttige avond. Luchtig. We hebben ook veel gelachen. Paul Middelijn, de woordkunstenaar, die was ook aanwezig. Dus ik vond het een hele nuttige en leuke avond. Mooi om te horen. Ja, Ray, het was echt leuk. En kijk, het is namelijk zo, wij weten met z'n allen hè, dat er heel veel Surinaamse Nederlanders zijn die echt in Suriname willen komen wonen, werken. En anderen willen nog ondernemen. Maar anderen willen echt van Suriname genieten. En daarover hebben we gesproken. En er zijn natuurlijk veel mogelijkheden. En nu zullen de luisteraars vragen, hey, wat doet de heer Boussaid bij de Surinamese Bank? Want we zijn te gast bij de Surinamese Bank hier. En ik ga de vraag even stellen. Jim, wat is jouw rol bij de Surinamese Bank? Ja, ik ben op dit moment gedelegeerd commissaris. Dus ik ben in de raad van commissarissen. Maar omdat er nu maar één directeur is, dan volgens de regels van de centrale bank moeten er twee zijn. Vervul ik dus tijdelijk vanuit de RVC de functie van gedelegeerd commissaris. Dat betekent dat ik dus intensief met de directie bezig ben. We zijn bezig een tweede directeur binnen te halen, die moet binnen 2 tot 3 maanden aantreden. En dan ga ik dan terug naar mijn oude positie als lid van de Raad van Commissarissen, belast met het toezicht. Wat we hier proberen te doen is de bank up te graden. De bank heeft ook een presence in Nederland, Zurichhout. Dus wij proberen de rol van Diaspora Bank te vervullen. We proberen dat te definiëren. Concepten te ontwikkelen, producten te ontwikkelen voor de diaspora gemeenschap, omdat we een presence hebben in beide landen. Het is een uitdagende werkomgeving en uitdagende vraagstukken die er spelen. Hoe zijn de vooruitzichten, meneer Boussaid? Nou, we werken hard eraan. We hebben natuurlijk het tijd niet mee vanwege de moeilijke economische situatie hier. Ik vermoed ook dat in Nederland de laatste tijd vanwege de situatie daar dat het ook moeilijk is. Dus we bouwen, we denken dat de toekomst wel goed is. Er zijn grote investeringen onderweg in Suriname. Dat gaat natuurlijk interesse lokken vanuit ook de diaspora gemeenschap, want je zou dus eigenlijk met investeren in Suriname aardige rendementen kunnen realiseren. En je doet op die manier, door middel van investeringen, hier lever je een bijdrage aan ontwikkeling van je eigen land. En dus wat we nou doen is de fundamenten bouwen aan beide kanten van de oceaan. Om die rol te vervullen en een kanaal te creëren. Zodat de diaspora gemeenschap op een makkelijke, effectieve manier kan investeren in Suriname. Dus het zijn uitdagende tijden. Het vergt vaak out of the box denken. Maar ik denk dat het perspectief goed is. Ik ben een optimistisch mens.
En de ontwikkelingen die noemen tot optimisme. Ik verwacht dat er een final investment decision wordt genomen tegen eind van het jaar, begin volgend jaar. Dat is een besluit van de oliemaatschappijen om op zee olie te gaan winnen. Dat gaat een enorme boost geven aan de economie. En daardoor ook kansen voor een heleboel ondernemers, waaronder ook binnen de diaspora gemeenschap. Nou, ik moet zeggen, dat klinkt heel hoopgevend. En vooral als u het zegt, meneer Boussaïd, ik spreek al jaren met u. En daarnaast zegt men ook hè, dat je van een crisis goed gebruik moet kunnen maken. Hoe ver strekt dat? Dat klopt, ja. Het Chinese teken voor crisis is hetzelfde als voor kans. Dus een crisis creëert kansen. En kijk, de Surinaamse economie was erg onevenwichtig hè, door het wanbeleid van de vorige regering. Nu proberen we grondslagen van de Surinaamse economie te verbeteren, weer te gaan naar evenwichtige verhoudingen. We zijn bezig met de uitvoering van een herstelplan met steun van het IMF. Ik ben eigenlijk ook blij met het IMF, omdat het eigenlijk onze beleidsmakers dwingt om de noodzakelijke hervormingen binnen de Surinaamse economie door te voeren. En absoluut, we hebben dat nodig om de Surinaamse economie weer gezond en evenwichtig te maken. Waardoor als in 2025 die hele grote bedragen er zijn, we een evenwichtige economie hebben. En er moet meer gebeuren hoor. En ik vind dat op bepaalde gebieden er veel te traag wordt gewerkt. Bijvoorbeeld, waar we veel in Suriname over praten, is institutionele capaciteitsopbouw. Een heleboel instituties zijn uitgehold. En daar moet in rap tempo aan gebouwd worden dat we weer sterke instituties bouwen. Waardoor de uitvoering van regeringsbeleid, et cetera, op een goede, krachtige, effectieve manier kan plaatsvinden. Het gaat veel te traag met institutionele capaciteitsopbouw. Maar ik denk het transformatieproces waarin we nu zitten is noodzakelijk om dus als het grotere geld gaat rollen vanaf 2025, 2026, dat we er klaar zijn. En dat we een evenwichtige economie hebben met instituties. Ja, ik begrijp daar dat, werken we nu aan. Ja, ik begrijp dat heel goed. En ik krijg ook vaak het gevoel dat, ja, heel logisch ook, dat de bevolking het niet zo meekrijgt of niet snapt. Of nog heel erg moeilijk heeft. Wat zijn die vooruitzichten, meneer Boussaïd? Er is gisteren een boek gepresenteerd vanuit de regering. Hoe heeft u daarnaar gekeken? Wel, ik heb het nog niet gelezen. Dat ga ik nog doen. Kijk, de veranderingen die we nu zien, die zijn vooral op macroniveau. Hè. De sanering van de overheidsfinanciën is een belangrijke stap voorwaarts. Absoluut, de monetaire sanering is een belangrijke stap voorwaarts. Maar weet je, die transformatieproces doet pijn. Het leidt tot een verminderde koopkracht, een toenemende armoede. Dat is niet de schuld van deze regering. Het is de consequentie van het wanbeleid. En als je nou zeggen gaat saneren, krijg je nou zeggen de daadwerkelijke pijn, niet waar? Net als als je een zieke wond hebt en je moet gaan opereren, dan doet het pijn. Maar het is een noodzakelijke pijn om gezond te worden. Mm-hmm. Dus er moet, denk ik, en dat is gisteren ook gezegd door de minister van Financiën, daar was ik blij mee, en ook door de president, dat er een hoge prioriteit moet worden gegeven aan de opbouw van een sociaal vangnet. Ik heb in meerdere keren in dit programma aangegeven dat het een prioriteitspunt moet zijn, en ik heb ook aangegeven wat de uitdaging is. We hebben niet goede bestanden met echte arme mensen die je kan gebruiken, en het doet pijn omdat er fondsen zijn voor armoedebestrijding. Vanuit de IDB, Wereldbank, ook vanuit het IMF-programma. Maar omdat we geen goed vangnet hebben, een heleboel van die bestanden zijn vervuild, weet je, door politici die hun vriendjes erin zetten, kan dus zeg maar de transmissie van de fondsen naar de echte arme mensen loopt dan niet goed. Waardoor de pijn en de armoede, maar ook de onvrede blijft, hè.
Ja, dus want ik denk dat daar prioriteit aan moet worden gegeven. Ja, want je krijgt natuurlijk mee dat geregistreerd wordt en hergeregistreerd wordt. Maar ik begrijp dus nu dat er natuurlijk ook fraudeurs tussen zitten. Nou, ja, maar wat mijn punt is, als je een sociaal vangnet hebt, moet je een bestand hebben met daar echt de arme mensen in, die het echt nodig hebben. Ja, ja. Maar u weet dat politieke partijen altijd bestanden hebben vervuild, vriendjes erin hebben gezet, mensen die het niet nodig hebben. Dus als je dat bestand gaat gebruiken, is het niet effectief. Want daar zitten mensen in die het niet echt nodig hebben, weet je. Dus er moet echt gewerkt worden aan de opbouw van een bestand van echt arme mensen, zodat we die fondsen kunnen kanaliseren naar die arme mensen, waardoor de pijn van het herstelprogramma voor deze groep wordt verminderd. Ja, anders leiden zeg maar de goede onder de kwade. Ja, dat is duidelijk. Ray, het volgende, omdat gelet op de tijd, jij gaat zo moeten we afsluiten. Ja. Wil ik het nu even hierbij laten. We gaan verder als de heer Boussaint het boek heeft gelezen. De projecten geïdentificeerd zijn. Ja, absoluut. Want ze hebben 200 projecten, zullen ze binnenkort bekendmaken wat ze zijn. Of misschien minder. Maar dan kunnen we inderdaad verder gericht met hem praten. Voor dit moment wil ik wel even iets naar voren brengen. Dat gaat over de samenleving hier. Kijk, in Suriname is het zo, als je kijkt hoe men met elkaar leeft, hè, dat is heel goed. Ik vind dat we inderdaad broederlijk en zusterlijk met elkaar moeten omgaan. We zijn één volk, we zijn één natie. Je moet geen onderscheid maken tussen kleuren, hè, of ras of wat dan ook. Mm-hmm. En dat is duidelijk gebleken ook op de bijeenkomst van de diaspora, wat we hadden, diaspora en de ontwikkeling van Suriname afgelopen dinsdag. Dan zie je ook dat je dan zie je ook dat je niet meer naar je ziet de mens zitten, de mens. Je kijkt niet dat de een Creool is, de andere Hindustan, de andere Libanees of Chinees of wie dan ook. Ik blijf het herhalen, we moeten goed met elkaar omgaan en dat gebeurt ook hier. Maar Jim, wat is jouw vraag? Want jij woont al lang hier. Hoe gaan we met elkaar hier in Suriname met elkaar om qua normen en waarden? Nou, de laatste tijden zie je dat vooral vanuit de oppositie, met name de NDP, men probeert de etnische spanningen aan te wakkeren. Ik vind dat een hele kwalijke zaak, want op het niveau van de Surinaamse samenleving is er harmonie. De Surinaamse mensen onderling die proberen in deze moeilijke tijd elkaar te helpen. Maar wat je ziet is dat politici, vooral vanuit de oppositie, de NDP met name, de raciale spanningen proberen aan te scherpen voor politiek gewin. Nietwaar, het is een kwalijke zaak, omdat ik vind dat je de samenleving op zo'n manier ondermijnt. We moeten het politieke spel spelen, maar laten we dat op een goede manier doen. Want ook bij het politieke spel zijn er waarden en normen en spelregels. En ik moet zeggen dat die niet altijd, vooral door oppositionele partijen, de NDP met name, niet altijd in de gaten worden gehouden. En ik vind dat op die manier je jezelf disqualificeert om als een belangrijke, serieuze partij te worden genomen. Ik weet dat ik niet populair word met zulke uitspraak, maar het is een ware uitspraak. En ik denk dat we wel een beroep moeten doen op dit soort mensen. Dat ze, laten we zeggen, in een multiculturele, multi-etnische samenleving rekening houden met gevoeligheden. Niet waar? Zeker. Want ja, vooral in tijden waar er economische druk is, krijg je dat de concurrentie om banen of om andere dingen toeneemt. En dan is het een zeer kwalijke zaak dat je als oppositiepartij, ook omdat je geen andere issues hebt, inhoudelijke issues, dat je dit soort snaren gaat bespelen. Ik vind, we moeten praten over het spelen van voetbal. Dit is Brokobana. En ik denk dat het Surinaams volk dit soort gedragingen moet afstraffen. Mooi, helder gezegd. Dank u. Ja, bedankt Jim voor deze woorden. Ray, ik zal even de heer Jim even bedanken. Jim, hartelijk bedankt dat je tijd hebt vrijgemaakt om heel zo kort te tijd om ons te woord te staan. Ik bedank je heel hartelijk en ik geef graag even het woord aan jou en dan daarna gaan we over naar Ray in de studio.
Hartelijk dank, Dennis. Ik wil erop wijzen dat jij bij ons de gast was vandaag. En niet omgekeerd. We hebben je graag hier gehad. We hebben net een lekkere lunch samen genuttigd. Dat is leuk in de Surinaamse spirit. Laten we die echte Surinaamse spirit van vriendschap, et cetera, hoog houden. Laten we niet ons laten misleiden door politici die korte termijn politiek gewin nastreven. Mooi. Dankjewel, nou, Jim. Dankjewel, Jim. We gaan daarmee afsluiten. En ik moet eerlijk zeggen, ik wou dat ik erbij was. Maar de volgende keer. Ja, ik ben uitgenodigd. Dank u. Oké, okay, heren. Fijne hemelvaartsdag nog. Dankjewel allebei voor je tijd. Ja. Doei. Bye. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.